spul Dusan in en hij draait een beetje weg zoals altijd met zijn tegenstander. En ik loop overheen en hij geeft me de bal op een perfecte moment. En ik neem de bal mee naar binnen en ik schiet met rechts in, bij de eerste paal. Dus een goede doelpunt. Met rechts? Met rechts, ja. Ik ben niet alleen maar linksbenig. Ik gebruik ook mijn rechten om af en toe te lopen en te wandelen en ook te schieten soms. Samenwerking met Dusan. Ze noemen het zelfs de beste linkerkant van Nederland. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat heb ik zelf ook gelezen. Hij is natuurlijk heel leuk. Bewijs. We werken natuurlijk heel dicht samen het hele jaar. En, als je zulke woorden leest, dan geef je wel iets. Zeg maar. En, je krijgt steeds meer vertrouwen. Niet alleen maar van de trainers, ook van buiten, van de media. Ja, dat is natuurlijk leuk. Als je kijkt naar de wedstrijd vandaag, hebben ze twee rechtsbacks gezet aan de rechterkant om ons te stoppen, zeg maar. Een beetje proberen te stoppen, denk ik. En dat is ook niet gelukt. Jij zit nu bij de selectie van het Zweedse elftal. Ja. Hoe is dat? Ja, heel leuk natuurlijk. Dat is een droom, die droom heb ik heel lang gehad natuurlijk. Ik ben nu 3,5 jaar in Groningen. Die droom heb ik altijd gehad. Maar hij heeft te maken met prestaties. Misschien vroeger was het niet goed genoeg. Dit jaar loopt het wat een stuk beter. En daarom ben ik misschien geselecteerd. Tenminste, dat denk ik. Dat heeft de bondscoach ook nog iets gezegd waarom je inderdaad geselecteerd bent? Nee. Of kreeg je gewoon een oproep? Ik krijg gewoon een oproep en ik heb verder niks gehoord. Ja, toen ik heb meegetraind, een paar maanden geleden, hebben ze gezegd van ja, we willen meer weten van die drie jongens, Victor en Mick en Peter Andersson. Dus toen voelde ik al dat misschien zit ik je straks bij. Nu is het gelukt. Wanneer ga je naar Zweden? Nee, we gaan niet naar Zweden, we gaan naar Cyprus. Morgen vroeg ga ik naar Cyprus. Morgenmiddag trainen we één keer en dinsdag spelen we tegen Cyprus. En woensdag spelen we tegen de winnaar van Roemenië of Oekraïne. Dus een toernooi? Een mini-toernooi, ja. Heeft Groningen jou een aanbieding gedaan om het contract te verlengen? Hoe kijk je daar tegenaan? Ik heb de aanbieding in beraad. En ik praat natuurlijk met mijn zaakvernemer. Ik heb nog steeds geen beslissing genomen over mijn toekomst. Kijk je misschien ook nog wel naar een andere club? Want je speelt jezelf wel in de kijker. Als je goed speelt, dan speelt het ook altijd wat anders. Zo is het gewoon. En wij staan op de vierde, derde plek in de Eredivisie. En natuurlijk kijken veel clubs naar ons. Niet alleen naar mezelf. Maar ik ben heel gelukkig hier in Groningen. En ik voel me hier thuis. Dus we moeten even afwachten en zien wat er gebeurt. 7-1 thuis. Ja, grote uitslag. Ik heb zelf een doelpunt gemaakt. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus hele leuke middag voor me. Kan nog mooier, hè? Kan nog mooier, absoluut. Wie weet, 15 mei is de laatste wedstrijd. Geen play-offs, rechtstreeks Europees voetbal. Of? dat laat ik jou zeggen. Ja, ik wil het niet zeggen. Ik wil het niet in mijn mond noemen. Maar je weet wel wat ik bedoel, denk ik. Het kan. Dat kan. Je mag nooit stoppen met dromen.